De titel van mijn column is Weelde. Op velerlei manieren wordt de komende tijd in Nijmegen herdacht dat een groot deel van de binnenstad 75 jaar geleden door een bombardement werd verwoest. Zo houdt NEC komende vrijdag, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Almere, 1 minuut stilte. Een mooie geste van NEC. We mogen er dus van uitgaan dat het een zeer sportieve wedstrijd gaat worden, waarbij de scheidsrechter de gele en rode kaart gerust thuis kan laten. De kwalificatie Voetbal is oorlog is die avond in de Goffert volstrekt ongepast. Alle andere avonden overigens ook, maar in het voetbal heeft men wel vaker last van het korte termijn geheugen. Vorige week heb ik in mijn column aandacht besteed aan de manifestatie van komende donderdagavond in de binnenstad. Dan worden op de brandgrens verwachtingsvolle hoop en dromen doorgegeven door muzikanten, dichters en verhalenvertellers. Een avond om naar uit te kijken. Ook na de bevrijding werd er gedroomd. Bijvoorbeeld door stedenbouwers hoe de verwoeste binnenstad weer opgebouwd moest worden. Het architectuurcentrum Nijmegen besteedt daarom op eigen wijze aandacht aan het beëindigen van de oorlog. Er wordt een rondwandeling georganiseerd langs de hoogtepunten van de wederopbouwarchitectuur in de binnenstad. Toen ik deze zin las, raakte ik in verwarring. Als alleen langs de hoogtepunten wordt gelopen, worden de dieptepunten dan vermeden of zijn die er niet? Ik heb geen verstand van architectuur, geef ik eerlijk toe. Ook ik heb mijn beperkingen. Ik vind iets mooi of lelijk. Maar ongetwijfeld wordt er bij de HEMA stilgestaan om vol bewondering naar de gevel te kijken als een van de hoogtepunten. Dan haak ik af. Architectuurhistoricus Leon van Meijel omschreef de wederopbouwarchitectuur in Nijmegen ooit als de weelde van de soberheid. Over die woordkeuze heb ik lang nagedacht. Ik kreeg in de 50er jaren geregeld sober te eten. Op vrijdag stevast vis, niet zijnde zalm of forel, met glazige aardappelen, overgoten door een met flink wat water aangelengde botersaus. Ik heb er de weelde nooit van ingezien. Bij wederopbouwarchitectuur kunnen weelde en soberheid blijkbaar wel samengaan. Toen de verwoeste binnenstad herbouwd moest worden, bestonden de termen draagvlak, bezwaarprocedures of referendum nog niet. Gelukkig maar. Tegenwoordig duurt het 20 jaar eer Albert Heijn aan de Groene Straat kan starten met de nieuwbouw. Om over de nieuwbouw van de Skeve Huize maar te zwijgen. Ik ga ervan uit dat de bezwaarmakers in de Wezenhof niks te klagen hebben qua weelde. Desondanks gunnen ze een paar medemensen geen sober bestaan. Over verwachtingsvolle hoop en dromen gesproken. Waar verwachtingsvolle dromen wel uitkomen, is in de Kolpingbuurt. Gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, maar alles behalve monumentale wederopbouwarchitectuur. De term sober was nog te veel eer. Eind 60er jaren had ik er als student een piepklein kamertje. Ik spreek dus uit ervaring. Door de bewoners is voor de gehele wijk een nieuw plan bedacht. Geen procedures van 20 jaar. Hoe sneller, hoe beter. Eergisteren liep ik door de vernieuwde buurt. Ik wist niet wat ik zag. De vernieuwde Kolpingbuurt is verre van sober meer. Wat een weelde.